Dan gaan we het hebben over toch een tragisch verhaal. Voetballer Rai Vloed, 2,5 jaar celstraf heeft hij opgelegd gekregen in zijn hoge broek. Niet veel, hè? Het is, ja... Een jongetje van 4 doodrijdt. Ja. 200 kilometer per uur over de nachtelijke A4 bij Schiphol. Mensen die niets vermoedend van een vakantie terugkomen, naar huis rijden, een zoontje achterin. En dan krijg je Rai Vloed ineens mee te maken. Het is onvoorstelbaar wat die jongen heeft aangericht en hoe weinig verantwoordelijkheid hij daarvoor neemt. Hij voetbalt tegenwoordig in Rusland, verdient daar meer dan 1 miljoen per jaar en geniet van het leven. Terwijl het leven van die mensen volledig letterlijk en figuurlijk in de kreukels ligt. Het is niet te doen als je ziet hoe die jongen zich misdraagt en nu ook nog het in zijn botte harsjes haalt om in hoger beroep te gaan. Laten we vooropstellen, het is een goed recht om in hoger beroep te gaan. Maar ik ben toch heel blij dat de officier van justitie dat ook gedaan heeft. Omdat die 2,5 jaar en 4 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid ook wel wat aan de schrale kant vond. En als je weet dat wat hij heeft aangericht, dan zou hij het verhaal zelf ook eens moeten lezen. Want misschien gaat er dan een belletje bij hem rinkelen. Tot nu toe niet. Hij had het ook nog in zijn botte harsjes om een shirt aan te trekken met als tekst erop live fast, die young. Als je dat op je geweten hebt, moet je toch de ogen uit je kop schamen volgens mij.